huiselijk geweld. Dat grijpt heel erg in het gezinsleven. De slachtoffers worden dus vaak later daders. Vaak bij kinderen speelt allerlei problematiek met hechting. Huiselijk geweld is vaak het begin van veel grotere problemen. Bij 1 september gaan wij op iedere vrijdagmiddag gaan wij themazittingen huiselijk geweld houden. Dat gaan we met 5 rechters doen. Dat gaan we voor een jaar doen. Verdachten van huiselijk geweld, dus de strafzaak, de politierechterzaak, gaan we combineren met, als die er zijn, familierechtelijke zaken. Dan kan je denken aan echtscheiding, omgangsverzoeken, verzoek om onder toezichtstellingen, uithuisplaatsing, straat- en contactverboden. Nou, heel veel. Het bijzondere aan dit project is dat we echt samenwerken met het Veiligheidshuis. Dat betekent het Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering. En we denken echt samen mee hoe we dossiers kunnen samenpakken. Welke informatie nodig is, zodat de rechter zo goed mogelijk geïnformeerd is. Ja, als er huiselijk geweld is in een gezin, mensen willen meestal wel met elkaar verder. En dan kan je natuurlijk zo'n verdachte, dat is meestal een man, wel een straf geven. Maar je wil eigenlijk iets bedenken dat het huiselijk geweld stopt. Dus dat hij bijvoorbeeld een therapie gaat volgen. Dat gaan we doen. Wanneer deze aanpak een succes is voor mij, ja, is natuurlijk eigenlijk als er veel minder huiselijk geweld is in Rotterdam en omstreken. Het liefst zou je natuurlijk voor alle zaken het huiselijk geweld laten stoppen. Maar je moet natuurlijk wel realistisch blijven. Dat zal nooit lukken. Maar goed, een droom.